Nog een paar weken en dan gaat de Nijmeegse Vierdaagse van start. Dat betekent direct een beddenstrijd voor de deelnemers aan het wandelfestijn. Vierdaagsebed.nl koppelt al jaren gastgezinnen aan Vierdaagse wandelaars en andersom. Inwoners van de regio Nijmegen stellen dan voor een tarief bedden beschikbaar. Zo ook Martin uit Winsen. Hij woont alleen, maar in de Vierdaagse week deelt hij zijn huis met militairen. Een stuk of 10 jonge Duitse militairen. De leukste anekdote is dat ik merkte dat ze de hele week een spaghetti met ketchup zouden gaan eten. Dus toen ben ik maar wat gezonde dingen voor ze gaan koken. Wortelsoep met de aanduiding Vierdaagse. En, nou ja, de saus voor de bolognese is klaar, de rendang is klaar. Hier links is een slaapkamer met een stapelbed. Een stelletje heb en die hierin kunnen, dan zitten we nu al op 4 slaapplaatsen. De organisatie achter Vierdaagsebed.nl is blij met hem en zoekt meer gastgezinnen en deelnemers. Als je nu nog geen slaapplek hebt en je gaat de Vierdaagse wandelen, dan kun je je echt aanmelden. En als je in de omgeving van Nijmegen woont en je hebt een bed over, dan kun je je echt nog steeds aanmelden als gastgezin. En dan hopen we daarmee dat we jullie op een mooie manier kunnen matchen aan elkaar. Ze staan ongeveer midden in de nacht op. Nu of 3:30, 4 gaan ze richting Wetren. Brood krijgen ze bijna niet weg. En dan komt de unieke Nederlandse uitvinding, dat is de vla. Maar hier komen dus 10 pakken vla te staan. Vorig jaar hadden we 2 sukkels. Silvio die naar 30 kilometer uitstapte. Matsen naar 37 kilometer. Ja, dit is het grootste bed. Dus hier slaapt Philip, de officier, met zijn vrouw. Elektrisch ook nog. Dus ze kunnen de hele Kamasutra afwerken als ze daar nog puffer zouden hebben. Maar hetgeen ik ernstig betwijfel.